Mensen blij maken met je eigen product. Dat is altijd het mooiste wat er is. En wij hebben bij ons in de bedrijf zeggen, verkopen we onze producten zelf niet, maar de producten die doen het uit hunzelf. Nou, ik ben Lucas Post. Ik ben eigenaar van de meubelmakerij Post Houtwerken op Urk. Wij hebben een heel mooi bedrijf met 7 mannen personeel. En wij vervaardigen allemaal maatwerkmeubelen, van keukens tot aan wandkasten, tot aan, noem maar op. In ieder geval heel veel voor het interieur. Ik ben inderdaad nou de leerling. In 2010 behaalde ik hier mijn diploma op deze school. En ik heb op deze school 4 jaar les gehad. Ik denk voor elke puber stressvol, maar achteraf gewoon 4 hele leuke jaren gehad. Ontzettend veel geleerd. En voor je sociale kring ook ontzettend veel geleerd en veel vrienden gemaakt, erbij gehad. Dus ja, een hele leuke tijd. De mooie momenten. Ik heb mijn vrouw leren kennen op deze school, dus dat is het mooiste. Daar ben ik ook mee getrouwd. Dus dat is een heel mooi moment natuurlijk. De lessen. Je hebt natuurlijk altijd voorkeurslessen. En natuurlijk voorkeursmeesters en juffen, om het zo maar te zeggen. Ik ben zelf ook muzikaal en wat ik heel fijn vond is dat we een band vormden hier met leraren en leerlingen, een mix. Dat vond ik al een hele fijne momenten. Waar ik ook heel snel terug aan moet denken zijn toch een beetje je leraren waar je snel een klik mee hebt. Hè. Wie je ook heel snel kende. En het mooie en het fijne is als je dan het gevoel van dat je toch wel met je vrienden om een tafel in een pauze zit, hè, als de 10-uurspauze er was, dat je dan gezellig met je eigen clubje zeg maar rond de tafel zit. Nou, we hadden daar de technieklessen en de technieklessen vond ik echt leuk. We hebben allemaal kleine opdrachtjes natuurlijk moeten maken, want je moet dat in een aantal weken af hebben. Maar dat was wel echt, met mijn handen bezig zijn vond ik prachtig. Ik heb hiervoor wel iets anders gedaan, maar de technieklessen op de school, zeg maar, dat beviel me wel. En dat ik op de school zat, gaf dat wel een zetje, zeg maar, een boost om daarmee verder te gaan. Mensen blij maken met je eigen product, dat is altijd het mooiste wat er is. En wij hebben bij ons in de bedrijf, zeggen, verkopen we onze producten zelf niet, maar de producten komen uit hemzelf. Dat op het moment dat wij een mooie keuken of een wandkast afleveren bij een klant, dan is de eerste vraag, bij wie heb je dat vandaan? En dan komt Valdo in zijn naam. En daar zijn we gewoon super trots op, dat klanten tevreden en blij zijn met een mooi handgemaakt product van ons. Het is tegenwoordig, bestaat zo'n werkplaats uit een soort van machinepark. Onze werkplaats bestaat uit vooral natuurlijk een zaagmachine en een kantelijnmachine en wat andere instrumenten om in ieder geval onze meubels te maken. Het is een soort van hal waarin diverse collega's aan hun eigen werkbank hun eigen project maken. En op de bovenverdieping is een kantoor met daarin een collega die altijd tekent. En we hebben een aparte stofferenafdeling voor het afstofferen van onze meubels. Dus ik merk nu wel, hè, na een aantal jaren in het bedrijf, dat er echt een schrijnend tekort is aan mensen die met hun handen werken. Het personeel wat bij mij werkt, die moet altijd nog een opleiding doen voor werkend leren noemen we dat. Maar ik kan wel de mensen, oftewel de leerlingen, aanprijzen om echt een vak te kiezen om met hun handen te werken. Omdat daar gewoon in deze maatschappij een behoorlijk, oftewel een schijnend tekort is. En ook in de vakken voor de meubelmakerij of interieurmaatwerk. Bovendien is het werk wat je aflevert bij de klant, wat je met je handen gemaakt hebt, geeft veel meer voldoening af. Als dat je bij wijze van niet in contact komt met je eigen product wat je maakt. Je bent aan het einde ook heel erg trots op je product. En als ik naar mezelf refereer, op het moment dat wij een project klaar hebben, dan kan ik eigenlijk altijd wel even 10 minuutjes genieten. En dan denk ik van, ja, dat hebben we toch maar weer geflikt met z'n allen. En dat is echt wel een boost wat ik mee wil geven, ook aan de generatie. Alsjeblieft, als je met je handen werkt, het geeft ontzettend veel voldoening. Ja, ik heb zelf een jongen van 4, die heet Luc. En ik zou Luc ook echt wel het advies laten willen geven om ook echt met zijn handen te willen werken. Omdat ik weet hoeveel voldoening dat brengt, ook vanuit mij.
En ik weet ook dat op het moment als hij voor de Brechtja gaat en als we daarvoor kiezen, dat hij daar ook wel echt wel in gestimuleerd zal worden. Dus het zal voor ons gezin ook wel een logische keuze zijn om, als we het mogen beleven, dat Luc dan later hier op de middelbare school zou komen. Jazeker.